Hier op het Sumatra-plantsoen in Amsterdam-Oost ligt het verleden van zanger Jalal Oba. Een pijnlijk verleden van jarenlange detentie en het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Het liefst wil hij dit achter zich laten en richtte daarom onlangs de stichting Jalal Oba Verkeersslachtoffers op. We zijn nu bij mij thuis. Hier schrijf ik mijn teksten. Maar de meeste gaan voor mijn leven. Ik kom van de Pola. Ik heb gestreden. Ik ken het leven vanaf de Pola. Nu gaat het beter. Ja, dit is ook iets wat ik nooit meer los zal laten. En het is iets uit mijn verleden. Ik heb 5 jaar geleden een auto-ongeluk gemaakt. Het was 6 uur 's ochtends. Ik reed weg vanuit Zoetermeer, vanuit de club. Te hard over de snelweg. Ik reed op de linkerrijstrook en ik zag iemand voor me die was aan het twijfelen om in te halen. En net dat ik er langs wou en dat ik vol gas gaf, wilde hij alsnog inhalen. En toen heb ik hem van achter geraakt. Dat zijn split secondes die je niet over het hoofd kan zien op het moment dat je alcohol drinkt. De volgende ochtend bleek die man in coma te zijn. Nou, elke dag heb ik gebeden, elke dag heb ik gehoopt dat hij het zou overleven. En toen, bij mijn eerste grote zitting, kreeg ik te horen dat ze de stekker eruit hadden getrokken. Ik kreeg 3 jaar en 5 jaar rijontzegging. Ik kom van de bodem. Ik ken het leven vanaf de bodem. Nu gaat het beter dan op die peper. En brother, geloof me. Vastzitten is maar tijd. Maar het verlies van de nabestaanden, pijn en de verdriet, kan geen enkele straf afnemen. Ik heb een verkeersstichting opgezet. Allereerst op basis van de nabestaanden, zodat ik hun te been kan helpen. De mensen die hieronder lijden, die hebben hun baan verloren. Achterstanden met de huur, dat komt allemaal door mij. Als ik die bewuste dag geen alcohol had gedronken, had ik die bewuste dag ook niemand aangereden. Hi. Hi. Jalla. Hi, ik ben Johanne Kastel. Kom verder. Ik had begrepen dat wij vanuit verschillende kanten hetzelfde hebben meegemaakt. Ik heb een hele ernstige feit begaan, 5 jaar geleden. Ja. En dat probeer ik te herstellen. Mag ik vragen wat er gebeurd is in jouw situatie? Want hoeveel had jij gedronken bijvoorbeeld? Of... Ik heb door de avond heen gedronken. Ik heb er nog over nagedacht, van moet ik hem laten staan? Een taxi naar Amsterdam was heel duur en dan moest je de volgende dag weer van Amsterdam naar Zoetermeer. Maar achteraf had ik het wel 100 keer gedaan. Achteraf was ik lopend naar Amsterdam. Ja, ja. Had me niks uitgemaakt. Nee. Als iemand op zo'n manier overlijdt, is dat de meest zinloze dood. Ik word er echt emotioneel van, merk ik. Kijk, ik ben zelf aangereden door een auto. Ik ben geschept en ik ben blijvend invalide. Dus ik draag het altijd met me mee. Misschien... Mijn slachtoffer, die ging naar zijn werk. Die is nooit meer thuis. Nee, en dat is het. Je gaat 's ochtends de deur uit en 's avonds ziet je leven er heel anders uit. En weet je, ik kan ook soms heel makkelijk daarover praten, maar het is voor mij toch anders nu ik tegenover jou zit. Snap je? Het doet me. Jouw verhaal doet iets met me. Omdat ik denk, verdomme, waarom ben je nou met die drank op achter dat stuur gaan zitten? En weet je, waarom heb je dat? En ik weet dat jij weet dat je dat zelf ook niet had gewild. Maar er zijn zoveel mensen die dat doen en er gebeuren zulke nare dingen door. En dat is bij mij gebeurd, bij anderen gebeurd. En je draagt het altijd met je mee. En je vertrouwt het leven niet meer. Je vertrouwt jezelf niet meer. Je moet jezelf op een andere manier opnieuw uitvinden. Omdat je ook geconfronteerd wordt met je eigen lichamelijke beperkingen. En daarnaast met dat je buiten de samenleving valt.
Ik zit zelf ook in de landelijke organisatie Verkeersslachtoffers. En daar organiseren we themabijeenkomsten met nabestaanden en verkeersslachtoffers zoals ik. Dan is dat denk ik heel lastig om iets wat jij voor ogen hebt, omdat jij degene bent die dat veroorzaakt hebt. Hè. Dus jij bent eigenlijk de boosdoener, snap je? Dus als je staat aan het verkeerde kant van het verhaal, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat jij je heel erg op potentiële daders zou kunnen richten. Dat denk ik de doelgroep is waar jij iets mee zou kunnen doen. Ik hoop dat de jongeren een les zullen trekken uit mijn fouten. Ja, en als je dat echt vanuit je hart kan vertellen en dat ze dat gevoel voelen, ja, dan zou dat maar zijn. Ik zit hier met die reden. Ja. Door middel van het feit dat ik artiest ben, kan ik gebruik maken van de social media. Dus ik kan heel veel jongeren bereiken. En natuurlijk wil ik de jongeren waarschuwen voor alcohol achter het stuur en wat de gevolgen daarvan zijn. De jongeren die wil ik echt bereiken. En als ik het voor één kan voorkomen, dan ben ik al een gelukkig mens.